Dit is Iris Patin voor Butterfly Circles en ik wil graag iets meer vertellen over de maanhutten. Het is nu al ongeveer 18 jaar dat ik hier maanhutten organiseer in mijn tuin. En ik wil jou een klein beetje meer informatie geven over die maanhutten. Die maanhut is eigenlijk iets wat we allemaal kennen. Het is iets dat we kennen vanuit ons DNA zelfs. Wat we ons herinneren. Want heel veel vrouwen die voor het eerst een maanhut beleven, zeggen van dit ken ik. Ik voel me zo thuis hier. Het is een herkenning voor de vrouw. En ik ben ervan overtuigd dat vanaf 2017 de vrouw in een nieuw elan komt. Dat de vrouw haar spiritualiteit meer en meer gaat verdiepen en ontdekken. Dus daarvoor zijn maanhutten en cirkels van vrouwen die bijeenkomen superbelangrijk. Dit jaar is een belangrijk jaar. En dat kunnen we nu al zien, want er zijn 3 miljoen vrouwen die nu al op straat samengekomen zijn toen Trump aan de macht kwam. Nu al zijn de vrouwen eigenlijk de basis van Standing Rock. Daar zijn nu nog duizenden mensen die in het kamp blijven om het water te beschermen daar in South Dakota. En de nieuwe vrouwelijkheid komt nu binnen op aarde. Daar is Venus een grote invloed in, omdat de ster Venus, jullie hebben ze allemaal wel gezien, dat is de eerste ster die je ziet aan de hemel in deze periode, heeft beïnvloed de vrouw op een hele sterke manier. Waarbij alle vrouwen zoals cellen bijeenkomen en een nieuw organisme vormen. Dit organisme heet de nieuwe menselijkheid. En daarvoor is het belangrijk dat alle vrouwen meer en meer samenkomen en de kracht voelen van de gemeenschap van vrouwen. De maanhut is een plaats waar we ons terugtrekken om ceremonies te doen, om ons te verbinden met de maan, met de natuur, om ons te verbinden met onze innerlijke cyclus. Elke vrouw heeft een innerlijke cyclus, elke vrouw heeft menstruaties. We hebben telkens, elke maand gaan we bloeden. Dat is ook iedere keer als er een maan rond de aarde geweest is. Dus de cyclus buiten bevindt zich ook binnen in ons vrouw zijn. Als we ons verbinden met die cyclus, dan gaan we ook sterker en sterker gaan staan in ons evenwicht en in onze kracht. Dus het is ook een plaats waar je jezelf en waar je elkaar gaat herbronnen. Het is een plaats waar we gaan bidden voor elkaar. Dus wees welkom in onze maancirkel, in onze maanhut. En we hebben niet alleen maanhutten voor vrouwen, we hebben ook maanhutten voor mannen, gemengde maanhutten. Dus wees welkom. Oha.